Universiteit van Nederland. In de jaren 60 werd de pil ontvangen als een ware bevrijding voor de vrouw. Eindelijk seksueel actief zijn en tegelijkertijd zelf in de hand kunnen houden of je zwanger kon worden of niet. Maar de laatste tijd laten vrouwen de pil steeds vaker links liggen, vanwege de mogelijke bijwerkingen. De pil maakt me een beetje gek en ik vind het gewoon rotzooi. Het is natuurlijk eigenlijk wel een beetje top. En eigenlijk zit dat vol met hormonen en dingen die niet zo heel goed zijn voor je lichaam. Wat gebeurt er in je lichaam als je de pil slikt? En hoe zit het nou echt met deze mogelijke bijwerkingen van de anticonceptiepil? Dat vertel ik je in deze video. Wat gebeurt er nou eigenlijk in je lichaam als je de pil slikt? De meeste anticonceptiepillen bevatten twee soorten hormonen. Oestrogenen en progestogenen. En samen voorkomen zij op verschillende manieren dat er een zwangerschap ontstaat. En de belangrijkste werking is als volgt. In de eierstokken rijpt er normaal gesproken 1, soms 2 eicellen. Die vervolgens springt, de eisprong, en dan kan die eicel bevrucht worden. De pil voorkomt dit, waardoor een mogelijke eicel niet kan worden bevrucht en er dus ook geen zwangerschap kan optreden. De hormonen die in de pil zitten kunnen er ook voor zorgen dat het slijm van de baarmoederhals dikker en stugger wordt. En hierdoor kunnen de zaadcellen niet bij de eicel komen of lastiger, waardoor er ook geen bevruchting kan plaatsvinden. Tot slot wordt het slijmvlies in de holte van de baarmoeder niet goed aangemaakt. En daardoor kan een eventueel bevruchte eicel zich niet nestelen en doorgroeien. Naast het kunnen voorkomen van een zwangerschap, op een hele betrouwbare manier, wordt de anticonceptiepil vaak ook voor klachten voorgeschreven. Zo heb je door het gebruik van de pil vaak minder last van hevig bloedverlies, minder last van hevige pijn tijdens de menstruatie. Daarnaast wordt de pil ook voorgeschreven aan vrouwen die last hebben van hun natuurlijke hormoonschommelingen. De pil heeft dus ook effect op andere delen van je lichaam. Zoals je hersenen. Hoe dat precies werkt, weten we nog niet. Maar we weten wel dat de hormonen die in de pil zitten hersengebieden beïnvloeden die belangrijk zijn voor je emoties en de controle over die emoties. Door de hormonen in de anticonceptiepil kunnen sommige vrouwen nadelige effecten ervaren. Dit komt voor bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen. Maar dat betekent dus ook dat 9 op de 10 vrouwen geen bijwerkingen ervaren. Qua bijwerkingen kun je bijvoorbeeld denken aan hoofdpijn, misselijkheid, stemmingswisselingen, gevoelige borsten, gewichtstoename, een beetje, en een verhoogd risico op trombose en kanker. Angst voor deze bijwerkingen is begrijpelijk, maar de kans op echt ernstige bijwerkingen is ontzettend klein. Bijvoorbeeld in het geval van trombose, bloedpropje, maar 5 op de 10.000 vrouwen. Een van de meest voorkomende klachten die vrouwen noemen die de pil slikken, zijn stemmingswisselingen en depressieve klachten. Er zijn studies die een verband laten zien tussen anticonceptiepilgebruik en depressie. Maar een verband wil niet zeggen dat het een ook het andere veroorzaakt. En veel vrouwen beginnen met het gebruik van de pil op jonge leeftijd. En dat is juist het moment dat vrouwen vatbaar zijn voor een depressie. En daarom is het ook lastig om te stellen dat dit komt door de anticonceptiepilgebruik. Maar waarom voelen sommige vrouwen zich dan toch anders door de pil? Normaal gesproken schommelen de vrouwelijke hormonen door de maand heen. Dat kan invloed hebben op emoties en gedrag. Maar door het slikken van de pil worden deze hormoonspiegels veel constanter. Vrouwen die juist last hebben van hun natuurlijke hormoonschommelingen kunnen juist baat hebben bij het gebruik van de pil. Maar sommige vrouwen voelen zich juist somberder door deze stabiele hormoonspiegels. Een andere reden voor sommige vrouwen om de pil niet te gebruiken is de angst dat je door de pil sneller onvruchtbaar zou worden. Dit is niet juist. De pil heeft alleen een tijdelijk effect. Je lichaam breekt de hormonen die je door de pil binnenkrijgt heel snel af. 2 weken nadat je geen anticonceptiepil meer hebt geslikt, zitten er al helemaal geen hormonen van die pil in je lijf en herpakt je lichaam zich weer in het maken van je eigen hormonale schommelingen. Wat er weer voor gaat zorgen dat je vruchtbaar bent. Hierin maakt het ook niet uit hoe lang je de pil hebt gebruikt. Ook al slik je de pil al jaren, dat verkleint niet de kans om zwanger te worden zodra je stopt met de pil. Ook vergroot de anticonceptiepil je kans op borstkanker met ongeveer 20%. Dat klinkt misschien als heel veel, maar laten we eens even goed kijken naar die cijfers. Als jonge vrouw van 25 jaar is de kans dat je borstkanker krijgt 0,02%. Als je dan de pil slikt,
stijgt die kans met 20% naar 0,024%. Dat is dus nog steeds een superkleine kans. Dus ook al gaat die kans op borstkanker met 20% omhoog, het risico op borstkanker blijft heel klein. En stop je met de pil, dan gaat dat licht verhoogde risico in de jaren daarna weer omlaag. En verder nog goed te noemen, pilgebruik verlaagt juist weer de kans op eierstokkanker en baarmoederkanker. Miljoenen vrouwen gebruiken dagelijks de anticonceptiepil. Iedere vrouw reageert er anders op. En de pil, wel of niet slikken, is uiteindelijk een afweging tussen de voor- en nadelen voor jezelf. Hoe belangrijk is het voor je? Op een hele betrouwbare manier een zwangerschap voorkomen tegenover mogelijk lichte bijwerkingen. Kijk dus goed welke effecten de pil op jou heeft en beslis samen met je huisarts op basis van jouw medische en mentale achtergrond welke vorm van anticonceptie het beste voor jou werkt. Een hormoon of een koperspiraaltje, een implanon, Nuvaring, condoom of gewoon de pil. Wil je nou meer weten over anticonceptie? Dan verwijs ik je graag naar twee betrouwbare sites, anticonceptie.nl en thuisarts.nl, over hoe je een zwangerschap voorkomt en over verschillende vormen van anticonceptie.